Kijkers, 1 voor 12 wordt ook nauwlettend gevolgd door de medewerkers van MyNaps groep A bij Nieuwmond Suriname. Deze medewerkers brengen altijd rond deze periode een deel van hun verdiensten naar 1 voor 12 met de bedoeling om de mens in nood bij te staan. Aangrijpend is voor hen geweest het geval van de 7 maandjes jonge baby die in het ziekenhuis de zoveelste ingreep moest doen. Dat is het verhaal van baby Samson. Deze medewerkers van MyNaps groep A bij Nieuwmond Suriname zijn ook dit jaar terug met een geste en laten zich vertegenwoordigen door mevrouw Lugritia. Hiervan het volgende in beeld. Traditiegetrouw hebben wij wederom mevrouw Lucretia bij ons op kantoor. Vandaag gaat zij ons vertellen waarom zij hier is. Lucretia, welkom bij 1 voor 12. Dank u wel, goeiedag. We zijn er natuurlijk terug, zoals u zegt, traditiegetrouw. Maar bij deze gaat het toch nog heel even anders. Natuurlijk kan niet ieder kerst vieren. En zoals we 1 voor 12 optimaal volgen, mijn collega's en ik, zijn we dus op het idee gekomen om dus weer een donatie te doen. En het gaat dus hierbij om dat kindje dat dus volgens mij voor de vierde een operatie zou moeten doen. Dus we hebben dus dat geld verzameld voor dat kindje. Kindje Samson is ondertussen geopereerd, maar nu gaat het sec om nazorg waarvoor zij een donatie doen. Als 1 voor 12 voorzitter stel ik het op prijs en misschien dat hij een zegje wil doen. Nou, en het komt namens? Oh, het komt van Nieuwmond Suriname. Om even duidelijk te zijn, het is dus afdeling MyNaps, groep A. En we willen natuurlijk dus ook dat een jaarlijks evenement maken. Ik heb natuurlijk ook een onbekende envelop. Zoals u zegt, ze hebben de operatie, het kindje heeft de operatie al ondergaan. Maar we hebben natuurlijk ook een beetje gedacht aan de kerstdagen die dus komen. Dus er is een onbekende envelop. Degene wil dus natuurlijk anoniem blijven. Dus we willen dat natuurlijk dus ook overhandigen aan de ouders om dus sowieso ook een leuk kerst te doen. U zult ook de overhandiging zien naar moeder Samson. Namens werkers van Nieuwmond wil ik u 1 enveloppe, 2 enveloppen overhandigen. En ik hoop dat u goed gebruik van kan maken. Ik bedank die mensen van Nieuwmond heel hartelijk. Dank u wel.